Welkom allemaal, ik ben Maya Link en dit is Cultureel Bergen. Het programma over kunst en cultuur uit deze omgeving. Iedere aflevering ontmoet ik nieuwe gasten. Wat beweegt ze en wat betekent dit voor Bergen? Vandaag spreek ik met Erna Winters, directeur van de bibliotheek Kennemerwaard. Maar eerst gaan we naar de grand dame van de lyrische poëzie, Ellie de Waard. Ik ben Ellie de Waard. Ik bevind mij hier in het bijzondere huis Het Vogelwater. Dat in de duinen ligt tussen Castricum en Bergen, maar eigenlijk nog dichter bij Egmond. Het is een oud jachthuis dat in 1890 is gebouwd. En sinds 1973 woon ik hier. Ja, in die tijd heb ik het huis eigenlijk op mij ingericht. En er is een heel groot terrein omheen en dat hou ik eigenlijk zelf bij. Dat vind ik heel belangrijk, dat ik in staat ben om mijn landschap in te richten. En ik vind het ook heerlijk werk, ook om de bomen te leren kennen, om ze ruimte te geven enzovoorts. Wat mijn privéwerkzaamheden betreft is het huis en de ligging natuurlijk een enorme inspiratiebron. Wie in Nederland is zo gelukkig dat hij eigenlijk nog zo volledig door de natuur omgeven is. Waarom is dit huis nu zo belangrijk? Omdat het te stil is vooral. Je kunt hier goed nadenken. Je krijgt door te wandelen in de natuur allerlei ideeën. En het is voor dichters, naar mijn idee, de ideale locatie. Maar wat leuk is, is dat ik hier ook heel beroemde buitenlandse dichters te logeren heb gehad. Nou, het is dus leuk hoe het Vogelwater ook over de grenzen bekend is geworden. When she walked down through the garden in the morning after it rained. Peacocks wandered aimlessly underneath an orange. Ik ben in Bergen geboren en het opgegroeid zijn onder het ruisen van de branding van de Noordzee, zal ik maar zeggen. Ja, dat zit in mijn genen. Als ik in Maastricht ben bijvoorbeeld, vind ik het daar benauwd, omdat het vasteland van Europa is. Geef mij maar hier de kust. Ja, het landschap, dat vind ik hier schitterend. En Bergen, dat ken ik natuurlijk van oudsher op mijn duimpje. Ik heb daar ook op lagere school gezeten in Alkmaar, op de middelbare school. Je kent er allerlei mensen, bijvoorbeeld Neil Min, die zat bij mijn zusje in de klas. En daar heb je nog steeds contact mee. Dat zijn ook kunstbroeders, of zusters moet je dan eigenlijk zeggen. Kunstzusters. En hoe vind je het jubileumuitgave van het jasje van David Bowie? Nou, dat is geen jubileumuitgave. Het is al even uit. Het weegt meer dan 2 kilo. Maar er staat wel eigenlijk de basis van de rockmuzikale ontvangst in Nederland. Van 1968 tot 1986 staat de beschrijving daarvan daarin. En hoe, doordat ik Vrij Nederland en de Volkskrant als dagelijkse uitingsmogelijkheid had voor mijn stuk over popmuziek, heb ik mede voor gezorgd dat intellectuelen zich gingen interesseren voor wat toen nog bekend stond als tienermuziek. Maar dat het bleek een volwassen muziekvorm te zijn, een volwassen kunstvorm, dat is mede aan wat in dat boek staat, is dat te danken. En zelf heb ik natuurlijk mijn opleiding genoten bij Chris van Geel, met wie ik dus hier nog 1 jaar gewoond heb, maar 12 jaar daarvoor in Groet. Tot ons huis daar verbrandde. En toen hebben wij dit Vogelwater toegewezen gekregen. Kijk, mijn oeuvre is bijna 20 bundels groot. Maar dat is dan nu ik dus 80 ben. Maar dat is 1977 begonnen.
Je had toen de Stichting Amazone in Amsterdam. En de Stichting Amazone hield zich bezig met het vooruitbrengen van vrouwen in de kunsten. En die hebben mij toen gevraagd of ik voor hun een dicht cursus wilde opzetten. En dat ben ik toen begonnen in 1983 of zo. En op die manier heb ik er een hele generatie, voornamelijk jonge vrouwen, heb ik helpen opleiden tot poëzie. En bijvoorbeeld een van mijn getalenteerdste leerlingen was Ellie Stolwijk, jullie wel bekend. Dat was echt toen al te zien dat zij echt uitsprong. Ik vond het ook heel belangrijk om jonge dichters uit te leggen hoe de klassieke poëzie werkt. Dat wil zeggen, niet die poëzie die zoals heden ten dagen heel veel gebeurt, eigenlijk afgebroken proza is. Dus de echte poëzie is voor mij poëzie die gebaseerd is op het ritme van de taal. Door dat ritme van de taal in regels onder te brengen, krijg je een poëzie die te memoriseren is, bijvoorbeeld. Maar kijk, echt eindrijm is in deze tijd niet meer nodig. Dus je kunt een modern gedicht schrijven dat toch een inwendige verbinding heeft, doordat het zich houdt voor een deel aan klassieke regels. En dat vind ik ook plezierig om aan jonge mensen duidelijk te maken, omdat ze meestal daarvan helemaal niets meer weten. DJ Dimitri Kneppers, ook wel de veteraan onder de house-dj's. Hij is de hele wereld overgevlogen en heeft zo'n beetje alles meegemaakt. Maar zijn roots liggen hier in Bergen. Het is zaterdagnacht. Het is bijna het einde hier in de Willemhuizenstent. En als afsluiter, een legendarische man in 87 zoekt jou aan de optie. Dimitri! He's always been that guy that could play that mix, making music with music. Hans was een beetje mijn mentor. Hè? Toen ik begon, draaide Hans in Heer van Jericho, in Heerhugowaard. En daar heb ik van hem de fijne kneepjes van het vak geleerd, zeg maar. Mm-hmm. En Hans woonde toen in die tijd hierboven. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan, naar de Roxy, en daar begon de housemuziek. Ja. En ik woonde toen nog in Bergen en ik wou dat graag ook hier introduceren. Dus hebben we hier de eerste houseparty van Noord-Holland georganiseerd. En Gerard vond het goed. Die stond Gerard daar. Hebben we dan ook. Die stond daar voor open. Hij wist niet precies wat hem te wachten stond. Nee. En dat werd hier, er werd een apenkooi binnen. Dat was een gekkenhuis. En mensen wisten ook niet wat ze meemaakten. Ze hingen aan de kroonluchters. En die kwamen ook overigens van het plafond af en die werden dan keurig boven de hoofden afgevoerd inderdaad. En was prachtig. En ik weet nog dat het hier afgelopen was en hier op de parkeerplaats, dat was toen nog één grote oude grindzooi. En daar ging het feest vrolijk door, dus mensen in... In de auto's met geluidssysteem keihard aan en iedereen stond op de parkeerplaats te dansen. Mooie tijd. Ik kwam toen ik een jaar of 16 was, kreeg ik interesse in muziek. En toen ben ik radiopiraat begonnen. Radio ABC was dat in Alkmaar. En van daaruit ben ik clubcircuit ingegaan. Leren mijn voelsprieten te gebruiken en op het juiste moment het juiste nummer te draaien. En zo een mooi verhaal te maken en een harmonie te creëren. Van daaruit ben ik naar Amsterdam gegaan en ben ik in de Roxy terechtgekomen. Dat was het begin van de housemuziek. Nou, het ging me helemaal voor de wind. Het was een hele mooie, spannende tijd. Housemuziek was ook iets nieuws in Nederland. Het repetitieve, die elektronische beats en die obscure asset geluiden, dat vond ik fantastisch. Je kon mensen in een trance brengen. En dat was, daarvoor draaide ik muziek van disco, new wave tot Joe Cocker, alles door elkaar en draaide je meer liedjes. En nu kon je het verhaal maken door alles aan één te mixen en zo in sferen te werken. Dat was een nieuwe manier en dat was het begin van het elektronische tijdperk eigenlijk. Ik ben een DJ in hart en nieren en ik vind het zo mooi om...
om voor een publiek mijn muziek te brengen. Het is zelfs een soort van wit doek. Je gaat een schilderij maken, zo zie ik het eigenlijk. En sowieso een avond ook. Ik kan zelf de invulling geven. Achter mij heb ik een schatkamer aan kennis van muziek. En ik kan het allemaal brengen. En het is aan mij om op het juiste moment de juiste muziek te draaien. En daarin een mooi verhaal te maken en mensen in vervoering te brengen. Ja, dat vind ik het mooiste wat er is. Weet je? Ik krijg ook directe reactie op hetgeen wat ik aan het doen ben. Ik ben daar iets aan het creëren waar ik zelf ook van in vervoering raak. En dat is wel heel bijzonder dat ik dat zelf creëer terwijl ik zelf ook erin meegenomen word. En die harmonie, ja, die is prachtig. Weet je? De mensen die de liefde voor de muziek en de dansende mensen en de energie van die dansvloer, dat geeft mij ook weer heel veel energie en dat is een prachtige wisselwerking. Nou, er werd mij gevraagd om een paar plekken in Bergen uit te zoeken waar ik graag wou filmen en aan jullie wou laten zien. En dit is een van die plekken. Dit is een studiootje in het centrum van Bergen. En ja, hier heb ik bijzondere herinneringen aan, want dit was in een best wel moeilijke fase van mijn leven. Ik heb na heel intensief draaien en de hele wereld overgevlogen te zijn geweest, heb ik besloten om te stoppen met draaien. Ik zat best wel klem. Ik had een probleem met drugs ook. En ik besloot om te stoppen met het draaien en de muziek even achter me te laten. En ik ben gaan werken op een zorgboerderij in Schorel, de Noorderhoeve. En vond ik heerlijk. Ik was even niet de DJ en ik werkte daar met mensen met een beperking. En ik kon ook met mijn handen werken en ik maakte de seizoenen mee. En ik was buiten en dat heeft me heel goed gedaan. En in die tijd woonde ik hier vlakbij eigenlijk. Net buiten Bergen. En Ron van Zelst, een goede vriend van mij en tevens een hele goede technicus, die had dit studiootje. En met hem ben ik weer langzaamaan begonnen met muziek maken. En ik heb een hele mooie projecten gemaakt hier met Ron. Onder andere een bewerking van Simeon ten Holte, een bekende componist hier uit Bergen. En een mooie release op een label uit Detroit. En vanuit hier ben ik weer begonnen ook, heb ik besluit genomen om weer te gaan draaien. Mijn DJ bloed kroop waar het niet gaan kon en ik wilde weer gewoon. Ik wil echt weer voor dat publiek staan en die mensen in vervoering brengen en de hele hectiek eromheen. Ik hield er zo van, dus ik ben toen weer begonnen met draaien. Ja, toen kwam corona en viel alles stil. Het heeft me enorm pijn gedaan en in één keer viel het allemaal weg. Ik weet nog precies wanneer dat gebeurde. Ik was aan het voorbereiden op een 10 uur show in Thuishaven. Dat is een groot festivalterrein net buiten Amsterdam in het havengebied. Uitverkocht was het en ik werkte daar naartoe. En toen kwam het besluit van Rutte om alles plat te leggen. En toen was het over. En, ja, wat doe je dan? Ik ben vooral in het begin livestreams gaan verzorgen. Dat was ergens wel leuk. Ook wel nog een kleine voldoening omdat ik enigszins de muziek kon delen met mensen. Maar toch mis ik het directe contact met de mensen. Dus dat was het ook niet helemaal. Ik ben toen de versoepelingen kwamen in deze zomer, ben ik begonnen met een drive-in show. Zo ben ik vroeger ooit begonnen ook met een drive-in show naast de Radio Piraat. Dat heb ik nieuw leven ingeblazen en ik had een leuk filmpje gepost met dat ik op een fiets door de weilanden fietste met een hele DJ set onder mijn arm en zei ik, Debiet, die komt naar je toe deze zomer. En daar is heel leuk op gereageerd en ik ben het hele land doorgegaan, op hele leuke plekken geweest. Dat is ook best wel bijzonder omdat je echt bij de mensen in huis valt en de mensen waren vereerd dat ik bij hun thuis opeens stond. En, ik kwam op hele leuke locaties, valt zo'n vriendenkring binnen. Ja, in hooischuren, boerderijen, mensen met grote tuinen, met zwembaden en van alles. Echt hele leuke feesten meegemaakt.
Ik ben nu vooral aan het focussen op mijn levensverhaal. Dat ben ik op papier aan het zetten. En dat wil ik graag gaan uitdragen. Ik weet nog niet precies hoe. Of in boekvorm of aan publiek op een podium. Dat ben ik nog niet helemaal uit. Maar in ieder geval schrijf ik al mijn hele levensverhaal. De loop van mijn carrière op. De pieken en de dalen. Mijn ervaringen en de dingen waar het mis gegaan is. Adviezen vertel ik erin. Leuke anekdotes. En daar wil ik later wel iets mee gaan doen. Dus dat ben ik nu aan het doen. Van Ron Moret, waar hij met ijzeren inzet de beelden naar zijn hart maakt. Mijn fascinatie met kunst is eigenlijk al op jonge leeftijd begonnen. Ik ben schilderijen gaan verzamelen. Dat heb ik altijd gedaan, tot omdat ik op Heliomare kwam te werken. En dat is ongeveer 22 jaar geleden. Toen werd mij ook gevraagd, omdat mijn interesse bij kunst lag, om ook beeldende vorming te gaan geven. Dat leek me wel leuk, dat heb ik gedaan. Toen ben ik ook werkstukken gaan voorbereiden voor de kinderen. Zodoende is het eigenlijk echt iets in mij aangewakkerd wat betreft kunst maken. Eigenlijk al meteen driedimensionaal. Ik was daar zelf niet heel erg zeker van. Maar zo langzamerhand is het begonnen. Omdat je bij nul begint, zit je in een soort, wat je dan nog op dat moment niet beseft, dat je in een soort groeifase zit. Dat je jezelf aan het ontdekken bent. En ijzer is natuurlijk wel mijn ding geworden. Je kan heel gauw vorm ergens inbrengen. Het is ook wel een materiaal wat bij me past. De lucht van ijzer, het warmte, het werken in een metaalwerkplaats. Maar ik heb nu nog wel vaak dat ik denk, ik moet wat anders doen. Ik moet wat anders gaan proberen. En dat heb ik daar bijvoorbeeld met foto's gedaan en kunsthars. Maar ik blijf altijd op ijzers terugkomen. Omdat dat toch eigenlijk het dichtst bij mij ligt. Inspiratie ligt eigenlijk overal. Dieren is natuurlijk wel iets wat ik heel fascinerend vind. De vorm van het dier, om het losse erin. Ik meet ook niks af. Als het beeld halverwege is, kijken, vaak schaalmodellen maken in het klein. Ken je al de vorm, kun je weer uit elkaar halen opnieuw. Ja, ik ben wel in de loop der jaren langer over beelden gaan doen. Ik ben veel kritischer geworden naar mezelf toe. Berg en Schorrel is natuurlijk, ik kan niet ontkennen dat dat natuurlijk inspireert. In een kunstminnende omgeving wordt natuurlijk een bepaald gevoel wat je hebt wel aangewakkerd. Ik heb het altijd als prettig ervaren dat er altijd activiteiten waren omtrent kunst. De hele situatie met corona, ja, ik heb het alleen maar drukker gekregen. Ik heb veel opdrachten. Ik schuif dat voor me uit, want ik wil het afwisselen met vrijwerk. Want anders blijf ik hangen in die opdrachten, dat wil ik ook weer niet. Vrijwerk is je ontwikkeling, jezelf weer ontdekken. Ik probeer iets na te streven. Als ik het zou zien, ergens zou ik het willen hebben. Kunst moet hebberig maken. Mensen, ja, dat vind ik heel belangrijk. Ik heb hier Erna Winters. Welkom in de bibliotheek. Ach, dankjewel. Fijn welkom geheten te worden in mijn eigen huis. Ja, precies. En jij bent eigenlijk al best wel lang directeur van bibliotheek Kennemerwaard. Ja. Hoe is het om directeur te zijn van Kennemerwaard? Het is de allerleukste baan ter wereld. Ja? Ja, het is geweldig. Ja? Ja. Wat is daarvoor nodig?
Om het zo leuk te maken? Ja, om dat in je te hebben. Toen ik 8 was, dat is best al wel lang geleden, toen kwam ik al in de bibliotheek. En ik weet de eerste keer dat ik in de bibliotheek kwam, daar dacht ik, wauw, hier ligt echt de wereld aan kennis. En je kunt via de bibliotheek de wereld leren kennen. Je was het al een behoorlijke boekenwurm. Ik was een behoorlijke boekenwurm. En ik ging echt ook op woensdagmiddag als jong meisje de juf van de bibliotheek helpen met boeken stempelen. Dus ja, ik ben wel een beetje een afwijking, zal ik maar zeggen. Ik had echt zoiets van, nou, als ik later groot ben, wil ik in de bibliotheek werken. En toen was vooral het idee, ik vind lezen leuk, maar ik vind het ook leuk om mensen te helpen, om het een mooi boek te vinden, om de juiste informatie te vinden. En nou ja, pas later ben ik me dan op dat managementvlak gaan ontwikkelen. Ja. En dat vind ik dus ook heel erg leuk. Maar ik vind het vooral belangrijk dat de bibliotheek een maatschappelijke functie heeft. Dus dat je iets bij kunt dragen aan de maatschappij. En dat je mensen de mogelijkheid kunt bieden om zichzelf te ontwikkelen. Om plezier te hebben in lezen, om een goede vrije tijdsbesteding te hebben. Verbaast het je dan dat kinderen nu eigenlijk helemaal niet meer lezen, schijnt? Ja en nee. Ik bedoel, voor mij gaat er niks boven een goed verhaal. En of dat nou in een boek is, of dat je naar een film kijkt, of dat je ernaar luistert, of naar een theatervoorstelling gaat, of dat je naar een mooi lied luistert. Het zijn allemaal verhalen. Ja. Alleen, weet je, voor lezen moet je wel echt ook een inspanning verrichten. Want ja. Je eigen geest moet je aan het werk zetten om die plaatjes in te kleuren. Als je bijvoorbeeld naar een film kijkt of je speelt een game, dan wordt het voor je ingevuld. Is de spanningsboog veranderd voor kinderen? Ja, er is meer concurrentie op die vrije tijdsmarkt. Ja. En nou ja, dan helpt ons onderwijssysteem ook niet. Hè. Arjen Lubach heeft er natuurlijk kort geleden ook heel wat over gezegd, over dat begrijpend lezen. Ja. En dan zie je dat ja, de focus wordt ook niet goed aangereikt. Nee, de focus wordt zo op de prestatie gelegd. We zijn in Nederland heel erg goed in een uitgebreid sportbeleid waarop we zeggen het gaat om het plezier. En bij het lezen is het ineens het moeten. Terwijl ik denk, ja, het gaat heel erg over dat plezier wat je kunt hebben. Een goed verhaal. Precies, een goed verhaal. Ja. Ja. Heeft de bibliotheek een transformatie doorgemaakt? Heeft het een andere functie gekregen voor mensen? Ja. Ja en nee, want de bibliotheek is eigenlijk altijd wel geweest van het geven van mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Ik weet toen ik in de jaren, eind jaren 80 in de bibliotheek werkte, althans in de bibliotheek waar ik werkte, kregen we allemaal pc's geplaatst vanuit de overheid om mensen te leren om met computers om te gaan. Dat was toen helemaal niet gebruikelijk dat je een pc thuis had. Dus toen waren wij ook al die plek waar je dus gewoon kennis kon opdoen. Ja. Je kon internetten. Ik weet precies, niet of je een muntje ergens in moest gooien om dan te kunnen internetten. En nu zie je wel dat we wel weer meer ruimte hebben voor lezingen, voor ontmoeting en debat. Er zijn ook 5 kernfuncties die in de bibliotheekwet zijn vastgelegd. Dat er meer aandacht is weer voor echt op maat advies geven op scholen. We doen dingen als code doodjes, dus kinderen leren en ook volwassenen leren om te programmeren. Ja. Programmeren van computers, 3D-printen. Dus het is veel breder geworden dan pak een beetje 14 jaar geleden toen ik hier kwam. Ja. En het, is het ook nog meer een ontmoetingsplaats geworden? Ja, het is nog veel meer een ontmoetingsplaats geworden en ook het is... Dat is het altijd al geweest, maar het is het nu weer opnieuw. Van hoog tot laag opgeleid, van jong tot oud. Immigratieachtergrond, hier geboren en getogen. Iedereen komt in de bibliotheek. Ja. Ik geloof dat ongeveer 60% van de Nederlanders wel 1 keer per jaar in de bibliotheek komt. Nou, dat doet echt niemand ons na. En ik ben er niet zo, niet zo bescheiden in, maar als bibliotheek zijn we er vaak wel te bescheiden in. Maar hoe is de bibliotheek in Bergen tot verhouding van andere bibliotheken? Denk je dat hier nog meer te halen valt? Mooi gezegd is stilstand is achteruitgang. Dus we zullen altijd door moeten blijven ontwikkelen. We zijn altijd op zoek naar het gesprek met de inwoners van een plaats. Dus ook met de inwoners van Bergen willen we gewoon graag weten. En vooral ook van de gemeente Bergen. Hè, want we hebben 3 vestigingen in de gemeente Bergen. Althans, we hadden 3 vestigingen. In Egmond is de vestiging gesloten. Maar zijn we nu aan het kijken of we in de 3 Egmonden een soort servicepunt kunnen maken. Maar we hebben dus ook nog vestiging in de Blinkert en deze. En we zijn dus altijd op zoek naar van wat hebben inwoners nodig om, nou ja, waar zijn ze in geïnteresseerd? Dus willen ze bepaalde lezingen? Zouden ze bepaalde activiteit willen? Hebben ze bepaalde kennis die ze niet hebben? En kunnen wij hen daarin helpen? En soms... Je kan als directie zijnde eigenlijk helemaal niet top-down nadenken voor een bibliotheek. Nee. Je moet echt weten wat er leeft en in iedere
Ja. Ieder dorpje of ja. ook stad dat weer ja. anders. Mijn rol is steeds meer geworden dat van onderop die informatie komt. En dat ik als directeur, maar ook samen met het managementteam, dat wij kijken van wat is er nodig om te kunnen zorgen dat het ook gerealiseerd kan worden. Of kan het ook? En als het niet kan, wat moeten we dan bijvoorbeeld veranderen op andere vlakken? Moeten we sommige dingen niet meer doen, omdat die minder belangrijk zijn geworden? Dus meer dat soort keuzes maken, dat zit meer dan op het managementniveau. Ja. Vooral eigenlijk zorgen dat de medewerkers gefaciliteerd worden. En ja. daarmee ook de inwoners van een plaats gefaciliteerd worden om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dus wat maakt de bibliotheek nou zo aantrekkelijk voor inwoners van Bergen? Nou ja, ik hoop dus dat ze zich aardig thuis voelen. En ik denk dat het voor elke inwoner verschillend kan zijn. Dus, ja. Maar in principe staan wij open voor elke vraag. Ik kan niet zeggen dat we elke vraag altijd kunnen beantwoorden. Ja. Want ja, uiteindelijk gaat het bij ons ook om, we hebben zoveel budget en daar moet het binnen passen. Ja. Maar het gaat toch ook wel heel erg over van ja, als er een grote vraag is vanuit de bevolking naar een bepaald type lezing of ze willen ontmoeting en debat. Worden die gesteld, die vragen? Niet heel vaak, maar we hebben bijvoorbeeld wel een hele reeks de afgelopen jaren gedaan van spirituele lezingen. Dus meer in het wat gebruikelijk het alternatieve circuit wordt genoemd. En daar is echt in Bergen grote belangstelling voor. En, dat soort lezingen organiseren we bijvoorbeeld niet in Herengewaard of in Alkmaar, omdat er veel minder belangstelling voor is. Ja. Dus je kijkt wel naar hoe ziet de bevolking eruit? En dan programmeren we. En als we zien dat het dus succesvol is, als er een goede opkomst is, dan gaan we ermee door. Ja. Bestaat de bibliotheek over in de toekomst ergens? Zal het nog bestaan, de bibliotheek? Ja, of het er nog zo uitziet als dit, dat weet ik niet. Maar wij zijn denk ik als bibliotheek altijd op zoek naar de vraag in de samenleving waar wij een antwoord op kunnen geven met onze expertise en kennis. En zolang wij denken dat wij die antwoorden kunnen geven, zullen we ook bestaan. We bestaan niet om het bestaan zelf, maar vooral omdat we denken dat we die toegevoegde waarde kunnen geven aan de samenleving. Dus als dat ophoudt te bestaan, ja, dan houden wij ook op te bestaan. Maar vooralsnog is het ons altijd weer gelukt om een vraag te vinden waarvan wij denken dat we het antwoord erop kunnen vinden. Ja. Nou, als je dus inwoner van Bergen bent, van de gemeente Bergen, en je hebt een vraag aan de bibliotheek rondom een activiteit of iets wat je wilt organiseren, kom bij ons langs en we willen altijd samen met je in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dus pak die handschoen op en kom bij ons binnen. Mooi, dankjewel Erna. Graag gedaan. En bedankt allemaal voor het kijken. Dit was Cultureel Bergen. Ik zie jullie over een aantal weken weer terug met een nieuwe aflevering.